Een man van 31 uit Zeist is zwaar mishandeld in Utrecht. Het gebeurde op Nieuwjaarsdag. Dat is al een tijdje geleden. Toch hoopt de politie dat u kunt helpen. Zometeen laten we bewakingsbeeld zien. Maar eerst even, wat is er precies gebeurd? Nou, die man die had oud en nieuw gevierd in Utrecht. En hij was op Nieuwjaarsdag onderweg richting huis. Nou, dat was dus 1 januari rond 7:15 ochtends. En toen liep hij alleen door Hoogkaterijnen. Okay. Hij kwam daar iemand tegen die zich voorstelde als Jessin. Nou, het klikte goed tussen die twee. En ze gingen samen Hoogkaterijnen weer uit. En waar gingen ze toen naartoe? Nou, ze gingen lopend in de richting van Lieflandlaan in de wijk Tuindorp. Nou, dat is best een flink stuk lopen vanaf die locatie. En we denken ook dat ze op de Van Lieflandlaan op een matgroene scooter zijn gestapt en daarna richting de wijk Overvecht zijn gereden. Nou, die Jessin, die heeft nadat ze een tijdje hebben rondgehangen daar, is op een gegeven moment weer weggegaan, waardoor die man uit Zeist in zijn eentje achterbleef. Ja, en hij is niet zo goed bekend in Utrecht. Hij weet niet waar hij op dat moment is en heeft Google Maps op zijn telefoon nodig om de weg naar de dichtstbijzijnde bushalte te vinden. Maar zover komt het niet. Op weg naar de bushalte wordt hij plotseling aangevallen. Het is dan zo'n 8:30 ochtends. De Zeistenaar loopt over dit pad, vlakbij basisschool Spoorzicht aan de Van Brammedreef in Overvecht. Hij loopt met zijn telefoon in zijn hand met daarop Google Maps om de dichtstbijzijnde bushalte te vinden. Hij wil immers naar huis. Ineens wordt hij van achteren aangevallen door 2 mannen die rake klappen uitdelen. Er komt een 3de man bij die hem hard in zijn rug duwt. Dan meldt nummer 4 zich en dat is, tot zijn grote verbazing, die Yassine. Die komt met een slagwapen op hem af en slaat hem hard in zijn gezicht, waarbij hij een aantal tanden verliest. De mannen beroven hem van zijn gouden ketting en zegelring en gaan er dan vandoor. Het slachtoffer blijft gewond achter. Ja, nou, hij is behoorlijk toegetakeld, hè? Nou, zeker. Dat kan je wel zeggen. En als zijn belagers weg zijn, dan loopt hij richting de bushalte. Komt op dat moment een bus aan. Nou, als die buschauffeur deze man ziet, dan ziet hij hoe ernstig gewond hij is. En hij belt ook meteen de politie en een ambulance. Nou, hij heeft behoorlijk aangezichtsletsel opgelopen. Hij had een aantal tanden uit zijn mond. Zijn neus was gebroken en hij had ook nog een zware hersenschudding. Ja, heftig. Ik zei het net al, hè, er zijn beelden van een van de verdachten die zich Jessie noemt, zoals hij met het slachtoffer in Hoogkaterijnen loopt. Ja, klopt. Hier lopen ze door het winkelcentrum. Het slachtoffer, die hebben we uiteraard geblurred. Ze lopen rustig met elkaar te praten. Je ziet dat ze bekenden zijn van elkaar. Het gaat ook om die man die donker gekleed is. En vervolgens zien we ze zo meteen nog 1 keer de draaideur uitkomen. Dat is op dit moment. En dan komt hij een klein beetje in beeld. Ja. Zo is hij beter te zien. Precies. En het slachtoffer heeft een goede beschrijving kunnen geven van die Jessin. Ja, klopt. Het gaat om een man met een licht getinte huidskleur, tussen de 20 en de 25 jaar oud, ongeveer 1,75 meter. Hij heeft zwart haar, zijkanten opgeschoren en aan de bovenkant krullen. Verder had hij een donker, vlassig snorretje. Hij droeg een zwart gewatteerde jas met een capuchon en een logo op zijn linkerbovenarm. Ook een zwarte spijkerbroek en zwarte schoenen. Van de andere 3 hebben we helaas geen bewakingsbeeld. Het zijn alle 3 mannen tussen de 20 en de 30 jaar, met een licht getinte huidskleur, met zwart kort haar. Ze hebben er alle 3 wax in. 2 van hen droegen donkere kleding en waren netjes gekleed. Nummer 3, de man die hem in zijn rug duwde, die droeg een donkerkleurig trainingspak van Paris Saint-Germain. En tot slot nog de buit van deze overvallers. Maren, wat hebben ze nou precies van hem gestolen? Een gouden ketting. We zien hier een foto van het slachtoffer die de gouden ketting daar draagt. Het is een gouden ketting met een patroon van 2 langwerpige schakels, afgewisseld met 4 ronde schakels. En dan hebben ze ook nog een zegelring weggenomen. Die zien we hier in beeld. Het is een Surinaams gouden zegelring met daarop een afbeelding van een anker. Deze ring, maar ook die ketting, zijn echt van grote emotionele waarde van het slachtoffer. Ja, dan is er nog een verhaal dat zich rond hetzelfde tijdstip zou hebben afgespeeld in het parkje aan de Van Brammedreef. Ja, dat klopt. Er is bij ons informatie binnengekomen dat bij hetzelfde plantsoen 2 mannen een vrouw zouden hebben aangerand. We weten niet of dat ook echt gebeurd is, want we hebben geen aangifte binnengekregen en verder ook geen sporen van deze aanranding kunnen vinden in dat park. Maar als iemand zich in dit verhaal herkent of meer informatie heeft over deze aanranding of zelfs mogelijke verkrachting, dan horen we dat graag. Ja,
In ieder geval zijn we op zoek naar deze man die zich Jessin noemt. Herkent u hem? Weet u wie de drie andere straatrovers kunnen zijn? Of heeft u misschien andere informatie die deze bijzondere zaak kunnen helpen op te lossen? De recherche kan uw hulp heel goed gebruiken, ook als u het slachtoffer was van de mogelijke aanranding of verkrachting. Neem dan contact op met de politie. Bel de tiplijn 0800 60 70. Blijft u nou liever anoniem, belt u dan 0800 7000.